Fujiyoki. En dan voor de andere plaatsen, de plaatsen 2 en 3, dat gaat gestreden worden tussen Walter Leighton en Hayden McCormick, de man voor het Nieuw-Zeelandse team. Zij gaan hier strijden voor de plaatsen 2 en 3. Ook hij verdient een tweede. Mooi applaus. De tweede plaats geeft hij hier uiteraard ook verdiend, dames en heren. De dienstelijke wedstrijd uiteraard ook voor onze man uit Nieuw-Zeeland, Hayden McCormick. En dan een derde plaats, dames en heren. Ook een derde applaus voor de dienstelijke wedstrijd voor Walter Leighton. Ja, en dan gaan we hier strijden voor de plaatsen 4, 5 en 6. Wie mag de slagwegger op de vierde plaats? Ook een mooie verdienstelijke plaats. Dat is uiteraard Jim van Rubbeke. Terwijl we hier ook nog andere kopmannen hier zien toekomen. Uiteraard nummer 108 ook mee in de ontsnapping. Ludovic Robbeke. Ook aankomst momenteel hier van Nieuwsverlangen. En de rest van de strijders van onze 23 die de wedstrijd vandaag hier gemaakt hebben, lopen hier ook allemaal binnen. De winnaar, dat is absoluut Michael Koos. Dan een tweede stek voor onze man uit Nieuw-Zeeland, Hayden McCormick. En dan op een derde plaats Walter Leighton. Terwijl hier ook uiteraard onze Jeroen Smits hier naar binnen loopt. Ook een Pieter Verhulst komt hier nu pas binnen. Winnaar gisteren nog voor de Curitas Classic, die hem was de eerste rit van een tweedaagse van de Vlaams Brabant Classic. Vandaag de tweede Sterrenhas en uiteraard de winnaar Michael Koos. We vragen de eerste drie, dat zijn Michael Koos en Hayden McCormick en ook Walter Leighton, vragen we zo dadelijk binnen. Hier een beetje verder links in de zaal, daar zal dus de huldiging voor onze eerste drie zo dadelijk plaatsvinden in een organisatie van wielerclub Sport en Steun Zensbosch-Wegerde. Een applausje horen we hier ook uiteraard vandaag. Hij heeft ook een mooie ereplaats, dat is Thomas Houten. Rijder voor de jonge renners uit Oosterhout. Julien van Branden, dan uit Ninovo. Op een verliezelijke wedstrijd, toch hangt er precies wat bloed aan zijn benen. Die de vaker zal uiteraard ook content zijn. Terwijl we ook over het aantal vrijheden hoor, want er wordt nog gespeeld voor de andere ereplaatsen. Wie gaat deze hier halen? Is dat Simon de Later die hier momenteel op de loopt? Ja. Simon de Later die ook wel wat relaties heeft met Nieuw-Zeeland. Bedrijven op de piste in de tweede helft van augustus.